Oh mijn god. Alsjeblieft, hier wow. is het bloed. Ik weet hoeveel liefde je erin hebt zitten en hoeveel bloed, zweet en tranen. Wauw. Nou, ik was een jaar of 10 toen hij overleed, in 2006. En zeg maar, ik heb niet heel veel met voetbal. Ik ben wel met voetbal opgegroeid. Eigenlijk mijn hele familie, aangetrouwde familie, maar ook mijn bloed. Die voetbalt, zit in die voetbalwereld. Behalve ik eigenlijk. Mijn stiefvader is Patrick Kluivert, of eigenlijk mijn vader. Die heeft me echt grotendeels opgevoed. En dan van mijn vaders kant is mijn opa Vaas Wilkers. Dus... En toch heb je zelf niet gevoetbald. Hoe kan dat? Ja, ik heb vroeger wel gevoetbald, maar dat ging niet heel goed. Als het ging regenen, was ik klaar ermee. Of weet je, als er een vlinder over het veld ging, dan was ik daar meer mee bezig. Ik vind het gewoon niet leuk om te doen. Echt heel mooi. Niet normaal. Hij is ook zwaar. En dan besluit je op een gegeven moment jouw zoektocht te beginnen naar Vaas Wilkers. Waar begin je dan? Eigenlijk ben ik begonnen met mijn oma. Mijn oma was 88. Tijdens mijn zoektocht is zij overleden. Dus dat is wel heel bijzonder. Dat is eigenlijk het laatste cadeau wat ik van mijn oma heb gekregen. Dat zij zich heeft opengesteld. Dat had ze nog nooit gedaan. Met alle verhalen, anekdotes, alle info die ik eigenlijk nodig had voor dit boek. En dan gaandeweg spreek je meer mensen. En ontdek je steeds meer hoe bijzonder Vaas Wilkers vroeger was geweest. Ja, ik heb dus verschillende mensen gesproken. Jacques Zwart, maar ook bijvoorbeeld Donnie van der Beek. Matthijs de Ligt. Ik vond het heel belangrijk, want het is natuurlijk een verhaal van een tijd geleden. Kijk, mijn generatie kent denk ik Cruijff heel goed. Dat is voor mij een hele grote held. Alleen, daarvoor zat mijn opa. En Cruijff was gewoon echt zwaar fan van mijn opa. De vrouw van Johan, Danny Cruijff, heeft me ook gebeld. Nou, dat was voor mij echt een eer. En zij zei ook van, Nino, je moet het in het boek zetten. Johan, als je iemand een handtekening zou vragen, zou dat aan jouw opa zijn geweest. En toen dacht ik, wow, was mijn opa dan zo groot? En dat feit dat ik dat zo voor me zag en zeg maar realiseerde, dat wil ik ook op de jeugd van nu en op mijn generatie laten zien. Dat ik mijn generatie kennis kan laten maken met de eerste voetballer ooit die voor geld naar het buitenland ging. En wat zeggen Matthijs de Ligt en Donny van der Beek dan over Vaas Wilkers? Nou, Matthijs de Ligt had ik wat beelden gestuurd en Donny ook. En die hebben eigenlijk zeg maar... Die vonden het bizar. Die vonden zijn kap niet normaal. Bepaalde acties. En dat vond ik wel heel leuk om te zien. Want Matthijs wist ook echt zeg maar, wie het was. En hij had zich er ook echt in verdiept. En dat vond ik wel heel interessant. Ik dacht van, hoezo verdiep jij je in mijn opa? Die is al enorm lang overleden. Waarom zou je daar naar kijken? Maar dus blijkbaar heeft mijn opa dus wel wat betekend. Kijk naar het standbeeld. Dat je dus zeg maar, dat hij zoveel heeft betekend voor het voetbal anno nu. Ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder.